Welkom op mijn kanaal, mijn naam is Blubberfreak en ik neem je mee in de wonderenwereld van kleding glitches in GTA. Wat zijn de benodigdheden voor deze glitch? Nou, dat is deze outfit. De Space Monkey outfit. Met deze outfit gaan we de glitch doen. En ik heb ook een heel klein receptje gekregen van de Jevaro Indianen. Dus die gaan we ook gebruiken, maar dat leg ik jullie straks uit. We gaan als eerste naar de telescoop. En we rennen naar de telescoop. We drukken rechts op de D-pad. En als het goed is, dan kijk je niet in de telescoop, maar is wel je masker verdwenen. Dan openen we met de touchpad het interactiemenu. En dan scrollen we naar beneden naar style. En als we style hebben gedaan, dan doen we een hoed of een helm. Dat mag je eigenlijk zelf kiezen. Wat jij het leukste vindt, als je een bulletproof helm op wil zetten, is prima. Ik zet een rood petje op. Dat vond ik grappig, omdat het kleurtje bij het pak past. Oké, dan hebben we dit gedaan. Dan lopen we dus gewoon weg bij de telescoop. En dan springt het hoofd weer onder een muts. Hij is wel wat kleiner. Ja, hij is wel wat kleiner. Ja. Ja, dat heeft een beetje te maken met die Jevaro-Indianen, denk ik. Maar Oké, dan doen we het nog een keer. Hè. Weer rechts op de D-pad. En dan springt weer het masker weg. En dan openen we weer met de touchpad het interactiemenu. Je gaat weer naar style. En dan ga je naar de outfit. En dan druk je op de outfit. Hè. Dus waar je de Space Monkey hebt gesaved. Want die moet je wel saven van tevoren. En dan druk je die in. En dan springt ineens... je hoofd onder een hele grote bril en dan heb je een klein hoofd met een hele grote bril boven je hoofd. Dus ja, dat is, ja, het is, ja, ik vind hem grappig. Het is mind blowing, dat is het. En ik zou zeggen, je moet deze gewoon even saven. Het is een heel klein glitchje. Maar vannacht kreeg ik dat geheime recept van die Indianen. En ik dacht, die moet ik echt met jullie delen. Dus, en als je nou denkt van, met die telescoop, dat vind ik wel leuk. Dan moet je gewoon vaker bij de telescoop gewoon heen en weer rennen met verschillende items. Helmen, maskers. En dan vind je zelf misschien wel iets heel leuks. En vond het weer een heel leuk klein glitchje. En ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Ik zou zeggen, laters en tot de volgende keer. Hold your skills. Look, boy, you in the danger room. Yeah, you in the danger room.